Oké, welkom terug allemaal. In deze video ga ik op zoek naar de interessantste optie voor het aankopen van analoge film, zoals hij hier ziet liggen. Dus zelf gebruik ik twee formaten film. Ik gebruik de 35mm kleinbeeldformaat, dat zijn deze rolletjes, dat zijn van die klassieke filmrolletjes, dat zullen de meeste mensen wel kennen. Dus dat is kleinbeeldformaat, 36 opname, Fujicolor, extra 400, dus die 400 is de ISO-waarde. En ik gebruik bijna altijd ISO 400 film, omdat je daarmee zowel binnen als buiten kunt fotograferen. ISO 200 of 100 is beter voor buiten. Een schondere kwaliteit, maar daar kun je binnen niet zoveel mee doen. Dus dan koop ik meestal een voordeelpakket van zo 3 rolletjes bijvoorbeeld, van 36 opname. Een ander formaat wat ik ook gebruik is rolfilm. Dat is een voorbeeld van rolfilm. Ook wel 120mm rolfilm genoemd. En eigenlijk, dit is nu een ISO 100, maar meestal koop ik ook de Ilford HP5, wat dan ISO 400 is. Dat is een enkel rolletje. En ook daar, dit is dan van Kodak een alternatief, 400 T-Max. Ook daarvan heb je dan voordeelpakketten, waarbij dat zijn er denk ik 5. Ik heb al gemerkt dat als ik online zoek, dat ik best per 10 koop, omdat je per 10 een goedkoper tarief krijgt. Nu, als je online iets aankoopt, is het altijd wel aan te raden om online op zoek te gaan naar de goedkoopste prijzen, om dat voor Google Shopping te gebruiken. Bijvoorbeeld als je iets populair wil kopen, zoals een iPhone, 10, laat ons 10 pakken, dan kun je hier bovenaan bij Google Shopping kiezen en dan krijg je eigenlijk een lijst van winkels waar dat de iPhone X verkocht wordt en ook tegen welke prijs. Bijvoorbeeld als we deze hier, dat is nu het 64GB model, prijzen vergelijken van 20 winkels. Er zijn ook websites die daarin gespecialiseerd zijn, maar dat is nu gewoon via Google. En dan zie je hier een aantal winkels met daarbij de prijs nu. Maar het probleem is dat dat enkel werkt voor populaire producten, zoals bijvoorbeeld de iPhone. Als ik nu die Ilford HP5 intip, dan zie ik hier inderdaad, dus ik heb die ook in een klein beeld, maar ik ga nu echt heel specifiek op zoek gaan naar de rolfilm, en dan dat is deze. Prijzen vergelijken van 4 winkels. Oké, er is blijkbaar wel een prijsvergelijk, maar als je die prijzen bekijkt, bij Camera Express kun je hem kopen voor 6,90 euro per rolletje in de Fnac via bol.com en via Art & Craft, waar dat zelf 12 euro is. Dat is eigenlijk al het dubbele van de prijs van de Camera Express. Ook Fnac is het dubbele van de prijs. Het probleem hiermee is volgens mij dat dit volgens mij allemaal geadverteerde opties zijn. Dus moet je eigenlijk manueel op zoek gaan. En hetgeen dat ik zelf gevonden heb, is photoimpex.de. Dus een Duitse webshop. En als ik daar ga zoeken naar... hier kan ik zoeken Ilford HP5. Dan krijg ik... Ja, Ilford maakt ook papier en producten. Ja, het leuke aan deze webshop trouwens, is dat ze niet alleen filmpjes verkopen, maar ook echt alles voor... Het staat hier ook letterlijk onder de... Onder de merknaam, de slogan, alles voor analoge fotografie. Dus je hebt ook producten, papier om op foto's op te printen, op af te drukken. Producten hier, plus een rolletje. Je hebt ook spoeltanks en dergelijke meer. Eigenlijk alles, clips om je films op te hangen. Alles wat je kunt nodig hebben om analoge film te fotograferen en te verwerken, kun je hier wel vinden. Dus de Ilford Delta is het niet. Waarom vind ik nu niet wat ik zoek? Ah, hier. Dus de Ilford HP5 Plus 400 rolfilm, 120 rolfilm. En dan zie je dat dat een prijs is van, ja, laat ons bruto, dus met btw, 4,95 als we 1 kopen. Als we er 10 kopen is het nog 4,75. Dus dat is al een groot verschil van 2 euro met de goedkoopste optie. Ja, trouwens, over Camera Express gesproken. Ik heb al redelijk wat gekocht in Camera Express, onder andere... Zo een pak van de Fujifilm Superia Extra 400 filmpjes die ik daarnet laten zien heb in de intro. Alleen het probleem daarmee was, dus dat was zo'n voordeelpak van 3 filmpjes, bleek dat die filmpjes allemaal vervallen waren. Dus die hebben mij eigenlijk
gewoon vervallen film verkocht. Uiteindelijk hebben ze mij wel het aankoopbedrag teruggegeven en aankoopbonnen, dus eigenlijk niet echt teruggegeven, maar gewoon mij de kans geven dat opnieuw te spenderen. Ik heb dan maar een nieuw pakje gekocht daarmee. En toen bleek dat het wel nog een geldige datum had. Maar dus hier voor deze HP 5 bij Camera Express goedkoop ze €6,90. En via fotoimpacts.de. Ze aanvaarden ook, als ik me niet vergis, aanvaarden ze ook PayPal als betaalmogelijkheden. Ik heb wat besteld, dus ik weet dat ze betrouwbaar zijn. En ik denk als we hier het totaal van bekijken, een andere aankoopbron die ook nog bestaat is eigenlijk eBay. Dan gaan we zo meteen de prijs vergelijken met eBay. Het enige wat ik hier nog moet aanpassen is dat ik 10 stuks wil. Dus om die goedkopere prijs te hebben, dan zit ik aan €52,37 voor 10 rolfilmpjes. Prijs per rolfilm is ongeveer €5 was, denk ik. Hè? Ja, dat stond hier natuurlijk. €4,75 is het voor één filmpje. En je moet rekenen voor de ontwikkeling, zijn ongeveer €3 kwijt. Dus eigenlijk voor op een, in een... In een Hasselblad zitten er 12 opnamen, dus dan heb je een prijs van €4,75 voor het rolletje, plus €3 voor de ontwikkeling. En dat gedeeld door de 12 opnamen die je op de foto hebt, is 65 cent per foto, is de kostprijs. Nou, als je het niet zelf ontwikkelt, want als je het zelf ontwikkelt, waarvoor je de producten hier ook kunt kopen, is het allemaal nog goedkoper natuurlijk. Maar ik wou nog snel vergelijken met de goedkoopste op eBay. Zoeken op Ilford HP 5 120 zal ik erbij zetten, wat dat eigenlijk het rolfilmformaat is. Dan komt er hier naar boven uit Duitsland een van €44,95, maar ook wel €7 verzendingskosten. Dus dit is denk ik de goedkoopste optie. 44 plus 95 plus 7 is ongeveer, ja, ligt rond diezelfde prijs die we hier bij Photo Impacts hadden van €52 en nog iets. Dus ik ga daar bestellen. Dus ik ga die bestellen. Als die geleverd is, zal ik ook nog een video maken waarbij dat ik die gebruik voor straatfotografie. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.